Olifanten die houden van routines, hebben 3 maanden buiten gestaan, dag en nacht. Dus dat is op zich weer eventjes nieuw van wat gaat er gebeuren. Het is eng. Hè, die kleintjes die binnenkwamen, zoals Sunai, dat gaat dan nog wel. Want Sunai is een bulletje en die maakt zich eigenlijk nergens druk om. Maar de rest zijn vrouwtjes en die maken zich toch altijd wel een stukje drukker daarom. Ja, dan staan er toch 2 olifanten nog buiten, Banka en Faya. Ja, en het zijn kuddedieren. Dus ja, die komen niet. En uiteindelijk ja, kiezen ze toch maar om ze weer op te gaan halen. Toch wel na een kwartiertje, denk ik, kwamen ze pas met z'n allen naar binnen. Het heeft al met al 3 maanden geduurd. We hebben het afgegraven tot 1,5-2 meter. Ja, en alles is vervangen. Dus de leidingen voor de waterbakken die zijn gedaan, de hydrauliekleidingen, de riolering. We hebben een groot stuk beton weer teruggestort waar we weer later een betonnen boom op kunnen zetten. Dit is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Blijdorp en daar zijn we ontzettend blij mee. Natuurlijke gedrag wordt erdoor gestimuleerd. Het is beter voor de voeten. De urine wordt beter opgenomen in de grond, het blijft niet liggen. Dus er zijn zoveel positieve dingen. Dus het is heel goed dat we hier weer voor gekozen hebben.